Ik heb mijn best gedaan gedurende een academische loopbaan van 42 jaar, waarvan 36 jaar als prof. En als de laatste keer dat ik les geef, of het is symbolisch een laatste les, zoveel mensen nieuwsgierig genoeg zijn om te komen, dan is vooral de uitdaging groot om het goed te doen. J'abandonne. C'est fini. Het erfrecht van de wettelijk samenwonende levensgenoot is belachelijk beperkt. Moet dat niet uitgebreid worden? En wat doet je met mensen die niet getrouwd zijn, niet wettelijk samenwonen, maar wel een duurzame relatie hebben en waar op dit ogenblik helemaal geen regeling voor is? Zou je het niet moeten invoegen? Er is een heel indrukwekkende evolutie in het familierecht. Nog het begrip familie, nog het begrip huwelijk, nog het begrip kinderen, nog het begrip vermogen zijn nog dezelfde. Dus je moet ze allemaal in vraag stellen om nieuwe regels te bedenken die beter aangepast zijn, zonder ook dat je alle fundamenten gaat laten daveren. Ik heb het voorrecht om op verzoek van de minister van Justitie te mogen werken aan een hervorming van het erfrecht. En dat heeft mij de gelegenheid gegeven om ook na te denken hoe moet dit nu verder, hoe moet het verder evolueren, gelet op gewijzigde gezinsstructuren en opvattingen omtrent erfrecht. Ik heb van deze universiteit alles gekregen wat ik ervan heb mogen verwachten, durven dromen dat ik het zou krijgen. En als de rector Paul de Knop na zijn verkiezing zei, ik wil vrouwelijke vicerectoren en ik denk dat jij een goede vicerector studentenbeleid zou zijn, wil je dat zijn? Ja, dan zeg je ja. De volgende maanden ga ik mijn opdrachten hier afwerken tot in september. Daarna wil ik actief blijven, voor zover dat verenigbaar is met de status van gepensioneerde of emeritus ZAP-lid. Maar ik heb kennis opgebouwd, 42 jaar lang. En mijn roeping is altijd geweest om anderen in die kennis te laten delen of die kennis aan te wenden om anderen te helpen. Ik wil daar absoluut niet mee stoppen. Ik wil die expertise nog ten dienste stellen. Ik zal wel de gelegenheid hebben of scheppen om dat te blijven doen.